Hey, ik ben Chris van Deupenkes en vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik mijn coins uitkies waar ik die dag mee wil gaan traden, dus voor daytraden. Nou, ik zal even Binance erbij pakken daar met die exchange laat ik het jullie vandaag even zien. Zo, ik denk dat jullie mensen al aardig op duizelig werden van de achtergrond. Daytraden. Nou, we beginnen gewoon bij, laten we helemaal maar bij het begin beginnen. Als je gaat daytraden, gaan we eerst de markt kiezen waarmee we gaan daytraden. Ik heb mijn favoriete lijstje leeg gemaakt voor die dag. En met de markt bedoel ik, welke pairings. Waarin wil ik mijn positie aan het eind van de dag hebben vergroot? Dan heb ik eigenlijk gewoon drie keuzes altijd in de crypto. Ik heb aan het eind van de dag meer Bitcoin, meer USD of in het geval van Binance is dat USDT, dus Tether. Of ik heb mijn positie vergroot in een altcoin, altcoin naar keuze. Ja, dit is natuurlijk afhankelijk van de status van de markt en van je persoonlijke voorkeur. Dat telt natuurlijk ook altijd mee. Ja, als je gaat daytraden, ga dan ook echt daytraden. Het vergt echt tijd en aandacht, dus doe dit niet eventjes erbij. Zeker niet als je net begint. Neem gewoon je tijd. Later, als je wat meer gewend raakt en het gaat allemaal wat soepeler, dan kan je best daarnaast misschien een filmpje kijken of iets anders gaan doen. Maar focus je in het begin echt op, gewoon echt op het daytraden. Zo kan je het beste leren. Voor een daytrade sessie, zeker voor een beginner, adviseer ik gewoon, begin gewoon te daytraden met één coin, met één pairing. Dus de pairings gaan we zo uitzoeken. Ben je al iets verder gaandeweg, heb je wat meer ervaring, dan kan je dit uitbouwen tot 6, maximaal tot 8 pairings. Dit is wel echt het plafond. Waarop je nog op een redelijk normale manier de data kan verwerken die je voorgeschoteld krijgt. Een hulpmiddel is sowieso als je met meer pairings gaat traden. Het is echt een heel handig hulpmiddel als je meerdere beeldschermen tot je beschikking hebt. En dat kunnen er zoveel zijn als je zelf wil. Ik trade zelf met 6 beeldschermen. Ik trade dan ook heel vaak op 6 pairings, omdat dat gewoon, het maakt het allemaal net iets makkelijker. Ik hoef niet de hele tijd heen en weer te switchen, ik laat alles gewoon openstaan. Dus heb je die mogelijkheid, past die dan zeker toe. Zoals ik in veel video's al heb aangegeven, mag je mag best wel een favoriete pairing hebben. Dus heb je een bepaalde altcoin die je heel erg trekt. Daar mag je best in gaan traden, omdat je er misschien al wat bekender mee bent geraakt. Raak alleen niet te gehecht aan die pairing. Want het kan zijn dat jij dat er in die pairing niet zo heel veel gebeurt. En dat je dus te lang moet gaan zitten wachten. En dit is een daytrade sessie. Je wil je tijd zo effectief mogelijk benutten. Dus wij moeten actief op zoek gaan naar kansen. En we zitten dus niet op de kansen te wachten. De setup. Mijn setup is eigenlijk iedere dag hetzelfde. En die is opgebouwd uit 3 onderdelen. Ik heb eigenlijk altijd 2 volume coins. 2 volume pairings. En dat zijn gewoon de hoge volumes. Daarvan selecteer ik er een aantal. En dat is op dit moment. Ik wilde uiteindelijk 2 overhouden. En ik selecteerde 4. Dus die ga ik in mijn favorieten zetten. En de USDT ga ik deze in mijn favorieten zetten. Dus die heeft hij al opgenomen in mijn favorietenlijst. Ik heb er nu al 4 dus staan. Er blijven er dadelijk 2 van over. Want ik ga ze nog uitselecteren. Dan gaan we kijken naar de grootste dalers. En daarbij wil ik wel ook dat het volume nog aan de redelijke kant is. En waarom kijken we naar dalers? Omdat we dan eventueel kijken naar oversolde coins. Want we traden vandaag op een normale exchange. Dus we kunnen niet short. Dus we gaan alleen maar uit van positieve winsten. Um,
Oké, okay. Dit is een beetje meer op gevoel. Dus als je of wat vaker hebt getraind, raak je hier steeds ja, meer vertrouwd mee. Je ziet dat ik eigenlijk alleen maar BTC en USDT trade. Ethereum en BNB, daar ben ik persoonlijk niet zo van. Het volume ligt sowieso lager. Maar ja, dat is eigenlijk je eigen voorkeur misschien. En dan nog twee trenders gaan we erbij zetten. En wat bedoel ik nou met trenders? Daarvoor kan je bijvoorbeeld CoinMarketCap gebruiken. Is wel zo gemakkelijk. We gaan even naar CoinMarketCap. Ten eerste klik je dit knopje aan, View All, dan krijg je wat meer informatie. En daarna zetten we hem gelijk op Bitcoin, anders is het niet te vergelijken. Nou, hij staat inmiddels op de BTC, dus dat kan je gewoon hier aanklikken. Wat gaan we nu doen? We gaan naar de 7-daags kijken, naar de 24 uur en de 1-uurs verandering. En de Bitcoin heeft een beetje vreemd gedaan, dus het zal iets moeilijker worden om een geschikte pairing te vinden. Ja, hier zie ik op zich wel eentje staan. We gaan van groot naar klein. Dus ik wil voor de 7-daagse wil ik een zo groot mogelijke daling in verhouding met andere coins. En ik zie dat deze Ethereum Classic bijna 10% is gedaald. Ik zie dat hij in de laatste 24 uur nog 2,5% iets naar boven is gedaald. Dus hij is al iets aan het afremmen. En ik zie in het laatste uur dat hij is gestegen. Dus hij begint een beetje te kantelen, te remmen. En dat is interessant. En naar dat soort coins zijn we op zoek. Dus Ethereum Classic gaan we erbij zetten. Even kijken, zie ik er nog een. Het mag ook best rood zijn hoor, als het maar net aan is. Kijk, want je ziet hier bijvoorbeeld de Monero. Die begint nu ook net omhoog te trenden. En dit cijfertje is ook nog wel goed. Alleen de 7-daags daling is iets te laag. En dat is niet waar we naar op zoek zijn. Binance Coin, die kunnen we er ook nog wel bij zetten. Min 10, min 4 is net iets aan... hoge kant hoor, want het kan ook nog betekenen dat hij gewoon echt nog in een correctie zit, echt nog aan het dalen is. Voor het voorbeeld zet ik hem daar even bij. Persoonlijk vind ik dit net iets te hoog. Oké, ik heb hem maar even gesorteerd, want dat maakt het allemaal net iets makkelijker. Dus we hebben deze is ook wel interessant. Flink sterke daling laten zien. Begint een beetje te trenden, dus dat is Augur, dat is Rep. Die voeg ik even toe. Wat is nog meer interessant? Nuls is misschien ook wel interessant. Nuls. Die kunnen we er ook nog bij zetten. Nou, die heb ik er allemaal even ingezet. Dit is het lijstje nu. Dit is het lijstje wat we hebben. Nou, daar moeten we een aantal coins uit gaan verwijderen. Want we moeten er in mijn geval 6 overhouden. Dus je kan dit ook gewoon doen met, neem overal, je wil met 3 coins eindigen bijvoorbeeld. Dan neem je er overal eerst 2 van en dan schrap je er eentje. Oké, we hebben nu alle coins erbij. En nu gaan we gewoon even kijken hoe de coins zich bewegen. Want we willen wel voldoende volatiliteit en dat betekent gewoon voldoende koersbeweging. We willen mooie golvende bewegingen zien waar we in en uit kunnen stappen. Ik heb ook 2 indicatoren aangezet, de Bollinger Band en de RSI. En ik wil daar ook gewoon duidelijke conformaties op zien. We zetten hem voor de daytrade even meestal op de 5 minuten. Ik begin natuurlijk op de dag, maar op de 5 minuten kan je eigenlijk het beste beoordelen of er mooie ranges zijn. Dit ziet er op zich wel mooi uit, hè? Zoiets wil je zien. Dus echt een duidelijke golfbeweging. Nou ja, dit is in dit geval toevallig de Bitcoin. Je ziet dat hier een aantal keren de indicatoren raakt. Deze zou je dus op zich wel kunnen laten staan in je favorietenlijst. Dan gaan we naar de volgende. Omdat Bitcoin wel aan te huishouden is de afgelopen dagen, verwacht ik wel dat het meeste op de Bitcoin meetreedt. Je kijkt ook naar prijsacties. Hè? Wat is er nou allemaal gebeurd? Want ik zie dat hier bijvoorbeeld EOS echt wel een flink stuk is weggetrokken in het laatste uur. We zijn net iets te laat.
Maar als je dit ziet en hij is nog niet omhoog gegaan, dan moet je hem sowieso wel even in je favorietenlijst opnemen. We kunnen nog even kijken naar de uurchart. Ja, deze zou ik op zich ook wel laten staan. Tron. Ja, net iets mindere mate. En we hebben volgens mij al twee USDT pairings. Dat maakt op zich niet uit. We mogen best met drie pairings daarin eindigen. Maar heb ik daar nog meer pairings in? Nee, nog een ICX. En dan ga ik even die bekijken. Oeh, dit was een mooi kansje geweest. Dat is zonde, net iets te laat. Ja, dan heb ik liever deze erbij. Dat komt omdat ik zelf persoonlijk ook bekender ben met ICX. Oké, okay, dan gaan we naar de BTC pairings. Naar Alger wou ik even kijken, want die was heel veel gedaald de afgelopen periode. Ja, je mag het ook best op een dagje groter zetten dan, hè. Bevindt zich echt in een neergaande trend wel een beetje. Ja, dit is eigenlijk wat ik bedoel met de volatiliteit. Die is hier eigenlijk voor deze coin net iets te laag. Ik zie hier geen mooie golfbewegingen. Dus ik kan hier heel weinig acties op plaatsen. Het volume is ook veel te laag. Dus dit zijn coins waar ik niet op kan traden. Hier heb ik helemaal niets aan. Die gaat weg. Nuls. Ja, dit is eigenlijk hetzelfde. Volume ook te laag. Gaat weg. Zeker als je een beginner bent, kan je beter naar de hoog volume coins kijken. Dat is veel makkelijker. Je hoeft minder lang te wachten. Ja, dit is op zich wel een mooie kans. Alleen wederom, het volume is wel heel erg aan de lage kant. Deze laat ik nog even staan. Ik ga even verder. Ja, dit is niks. Oké, okay. De zonde, want dit is. We zitten nu bij VeChain. Zie je hier die hele mooie golfbewegingen? Dit is echt perfect. Dit is wat je wil zien, gewoon. Ook heel mooi tussen die indicatoren. Alleen het laatste uur, dus eigenlijk vanaf vanmiddag 12 uur, is er al geen actie meer geweest. Die gaat eraf. Ethereum Classic. Dat was een van de trenders volgens mij die we ertussen hadden gezet. Ja, hij is een paar dagen neergegaan. Het volume is redelijk goed. Bevindt zich aan het onderkant van het kanaal. En als we dan naar de 5 minuten gaan, want we traden uiteindelijk echt op de minuut, maar op de 5 minuten krijg je een veel beter overzicht. Hij is op het moment aan het uptrenden, maar misschien gaat hij dadelijk nog naar beneden, dus die laten we er nog tussen staan. Dan moet er nog eentje afvallen. En dat is eigenlijk een makkie. Want ik weet natuurlijk al wat ertussen staat. Dit is Stellar. En die heeft dit gedaan. Dit soort coins willen we juist niet hebben. Dat is leuk als je al positie hebt genomen. Maar dit soort coins die al zo erg aan het trenden zijn, daar blijven we vanaf. Zeker als we aan het daytraden zijn. Kijk, ben je aan het shorten, dan kan je deze wel meenemen. Want dan gaan we gewoon natuurlijk de andere kant op. Maar voor nu halen we deze eraf. Ik eindig met 6 van mijn daytrade coins. Nou, die ga ik vervolgens in een chartprogramma openzetten. Of in de exchange. In principe heb jij hier voldoende informatie aan. En dan gaan we gewoon verder met het traden. Maar dat is niet waar dit filmpje over gaat. Dit ging echt over het uitkiezen van... Nou, vond je dit nou leuk? Abonneer je dan sowieso op ons kanaal. Even het belletje aanklikken, dan blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Iedere dag hebben we een nieuw filmpje, waaronder ook trainingfilmpjes. En elke zaterdag om 11 uur hebben we een livestream. Mocht je in de tussentijd nog vragen hebben, wil je iets weten, dan kan je altijd lid worden van onze Discord. Ik zie jullie graag morgen weer.
Letters.